Hi guys, welkom terug op mijn kanaal. Happy Sunday! Het is weer zondag, dus tijd voor een nieuwe video. En ik ben weer al naar de supermarkt geweest, want blijkbaar vinden jullie deze soort video's leuk. Dus alvast duimen omhoog, abonneert u als je nog niet geabonneerd bent. En ja, wat heb ik gekocht? Ik heb koekjes gekocht, ik heb Oreo's gekocht. Ik zal ze omdraaien. Het is een Amerikaans product, het is een soort van koekjes. Maar ik ken het zelf niet goed, want ik heb ze zelf nog nooit niet geproefd. Maar ze beginnen steeds bekender te worden hier in België. Dus ik was super benieuwd hoe deze gaan smaken. Ik heb 4 verschillende soorten gekocht, dus laten we starten. Dus de eerste is de original. Of hoe je het ook uitspreekt, mijn Engels is niet zo super goed. Dus we gaan deze openmaken. Hier zitten 4 in een pakje. Als ze open willen. Dus ik ben super benieuwd. Dit is 1 pakje, dus ik geloof dat ze dan zo 4 pakjes in de doos zitten. En zo ziet het koekje eruit. Dus de naam staat er in het midden op. Het is een donkere chocolade, denk ik, met een vanillevulling. Ik heb alvast hier een glaasje melk, want blijkbaar moet je dat met melk drinken. Dus... Maar ja, ik ga je zonder melk, hè. Het is krokant. Het is donkere chocolade met vanille. Ik ga ze met melk toppen. Met melk is ook lekker. Mijn lippenstift gaat af. Ik vind het wel lekker. De donkere chocolade is super lekker. Het is een droog koekje, maar met de vanillevulling maakt het wel super lekker. Het tweede soort dat ik heb gekocht is deze met white chocolate. Dus met witte chocolade. Ah, deze zijn anders verpakt. Ook weer hetzelfde verpakking, maar deze zijn plat verpakt. Oei, zo komen ze eruit. Ah. Kijk, deze is wel wat dikker dan die andere, omdat die met de chocolade er rond is. Dus ik ben super benieuwd. Super lekker. Wel zoeter dan de originele, omdat die met de chocolade erbij is. Ik ga ze met melk doppen. Super lekker. Het doet me denken aan de prinskoeken. Met de vanillevulling in plaats van de chocoladevulling. Maar ik vind het wel lekker. De derde versie is met peanut, dus met nootjes. Ik ben super benieuwd. Deze zijn dan weer zo verpakt. En dit is de vulling. De geur. Tryptonoten. Dit is niet zo lekker. Dit is droog met een droge vulling. En die nootjes. Ik dacht dat gelijk, hoe noemt dat, pindakaas ging smaken, maar dat smaakt totaal niet naar pindakaas. Ik ga je stoppen in mijn melk. De melk. Oh. Nee.
Ik vind het te droog. De nootsmaak is niet lekker eigenlijk. Nee, nee. En de geur is ook niet echt lekker. Je proeft duidelijk die nootjes, maar het zijn geen pindanootjes. Ik weet niet wat soort nootjes dat ze hier gebruikt hebben, maar ik vind ze niet lekker. En de vierde versie die ik gekocht heb, is met melkchocolade er rond. Dus dat kan niet slecht zijn. Hè? Donkere chocolade, melkchocolade, chocolade. Dus die zijn terug plat verpakt. Zo zien ze eruit. Terug met de vanillevulling. Ik vind ze lekkerder dan de witte chocolade er rond. Dit is minder zoet. Als je van heel zoet houdt, moet je met de witte chocolade er rond pakken. Maar dit is, vind ik, lekkerder. In de melktoppen. De melk maakt dat beter. Voor zo'n heel pakje op te eten vind ik het wel een beetje te zoet. Want ik denk dat er... Ah, je zit er maar 2 per pak in. Oeh, dat is wel weinig. Maar ik heb wel 4 pakjes. Maar... Dat is meer dan genoeg. 2. De lekkerste persoonlijk vind ik de originele versie. Dan degene met melkchocolade er rond. En dan met de melkchocolade. En die met de pindakaas of pindanootjes of gewoon nootjes. Die vond ik echt totaal niet lekker. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Een duimpje omhoog, abonneer je en tot de volgende keer. Doei!